Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dilale Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou lieve mensen, ik heb hier een hele speciale gast. Haar naam is Wandana. Zij is ook ervaringsdeskundige en coach. Nou, op het thema, let op, daar gaan we nu mee beginnen, over seksueel misbruik. Wij gaan een heel psychologisch aspect ook bespreken, waarom mensen ook op latere leeftijd pas naar buiten komen over wat hun is overkomen in hun jeugd. En waarom dit ook op latere leeftijd is en hoe het hele manipulatieve spelletje eigenlijk gespeeld wordt. Ik hoor veel op Facebook en iedereen eigenlijk ook op social media of in de media, maakt niet uit, allemaal roepen, ja, maar als het pas op latere leeftijd naar buiten komt, dan zal het wel niet waar zijn. Of dan zullen ze wel liegen, of dan zal ze het wel voor het geld doen. Of, nou ja, ze proberen natuurlijk slachtoffers die eindelijk zich gaan uitspreken, helemaal te downgraden of te bagatelliseren. En Wandana die kan precies vertellen hoe dit in zijn gang gaat. Dus lieve Wandana, vertel. Hi. ik ben Wandana. Ten eerste dankjewel dat ik hier mag zijn. Nou, heel bijzonder. Ik ben heel blij dat jij hier bij mij bent. Gelukkig. Nee, heel bijzonder, dankjewel. Ik ben Wandana, ik ben 29 jaar. Op een maandje 30. Oh. Bijna. Ik werk 3,5 jaar in een psychiatrie. Verder ben ik ervaringsdeskundige en coach. Zoals je al benoemde. Nou, wat goed. Ja, ze werkt ook voor zichzelf. Ja. Maar vertel, wat voor coach ben je en hoe ben je daar gekomen? Ik werk natuurlijk in de psychiatrie al 3,5 jaar. In mijn tweede jaar van mijn werk kwam ik in aanraking met heel veel mensen met een seksueel misbruik achtergrond. Het bijzondere is eigenlijk dat ik eigenlijk altijd heb gezegd naar de therapieën die ik heb gehad. Het is gebeurd. Ik laat het achter me en ik ga weer door. Totdat ik dus in een psychiatrie kon te werken. En dus in mijn tweede jaar daarmee in aanraking kwam. Ging er wat een vuurtje bij me aan. Ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Maar er gebeurde wat met mij. En ik kon er niet omheen kijken. Ik kon niet wegkijken. Ik moest daar wat mee. Ja. En toen ben ik de opleiding ervaringsdeskundige gaan doen. Ja. Eigenlijk. Ja. Ja, ja, om toch anderen te helpen. Want je merkt op een gegeven moment dat je zoveel kennis eigenlijk bezit. Ja. Die je kwijt moet. En ik kan er niet naar kijken en niks doen. Terwijl ik precies er weet wat ze kunnen doen. Welke stappen ze kunnen zetten. Maar ook een bepaalde begrip tonen. Mm-hmm. Dat ze zich gewoon begrepen voelen. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ja, ja. Ik heb dat zelf nooit gehad. Ja. En anderen zijn vind ik wel op die manier wel belangrijk. Ja, precies. Want jij bent zelf jarenlang misbruikt. Ja. Hoe oud was je en wat was er gebeurd? Ik heb te maken gehad met seksueel misbruik toen ik een jaar of 6, 7, 8 was, rond die leeftijd, 2 à 3 jaar lang. Door een familielid buiten het gezin om is dat gebeurd. Nou, wel iemand die op dat moment wel heel dichtbij ons stond, jarenlang. Mm-hmm. Vervolgens heb ik er 15 jaar mee rondgelopen met dat geheim. Heb ik het pas thuis verteld toen ik 20 was. Jeetje zeg. Jeetje. En dat zijn er een heleboel, hè, lieve mensen. Je weet niet weten hoeveel cliënten ik bij elkaar heb. Of soms op 50-jarige leeftijd pas vertellen. Of waarvan ik de enige soms ben die het weet. Ja. Ja. En ik vind een jaar vind ik al te veel. Ja. Weet je wel? Want ik spreek ook mensen op mijn werk. En ook als de klanten die ik dan heb. Mm-hmm. Een jaar, weet je wel. Dat vind ik gewoon echt te veel. Want ik weet wat het met je kan doen. Mm. En hoe verpest je leven kan zijn. Mm-hmm. En een andere identiteit aanneemt. Het vormt je natuurlijk ook. Mm-hmm. Hè? In je doen en laten. En in je karakter. In hoe je bent. Ja. Dat is echt een soort van masker die je dan opzet. Ja, en dat is niet je echte ik. Ja, ja. Dus, vooral als je met een geheim loopt, is dat natuurlijk vreselijk. Ja. Want dit is niet zomaar een geheim. Ja. Nee, precies. Ja. Dus ik heb het echt 15 jaar, tot mijn 20ste echt voor me gehouden. En in die periode wat er is gebeurd, is eigenlijk dat ik maskers op ben gaan zetten. Dus je was tussen 7 en 8 jaar. Hoe gebeurde het? Want die persoon die was niet zomaar dicht close met jullie familie. Nee, klopt. Hoe het gebeurde op verjaardagen eigenlijk, gebeurt dat eigenlijk vaak. Ongelooflijk, terwijl dus eigenlijk zou je denken, er zitten heel veel mensen. Ja.
Maar ja, dat gebeurt dan toch. Ja, hè? Ja. Ik denk dat diegene heel goed weet hoe die dat moet inspelen op een kind. En hoe die mee om moet gaan. En je bent natuurlijk als kind zo kwetsbaar. Je weet niet eens wat het inhoudt. Je weet niet eens wat je aan het doen bent. Nee. En je vertrouwt diegene, want het is een familielid. Dus ja. En je hebt nooit wat over seks. Dat kan niet anders. Nee, helemaal niet. Je bent daar veel te jong voor. Ja. Maar het was echt op verjaardagen, we waren daar ook best wel vaak over de vloer, dus gewoon was het ook gewoon, hè, dat we daar gewoon zaten en dat we gewoon een spelletje gingen doen of even naar boven gaan. Kom je mee, we gaan even een spelletje doen. Nou, zo ging het eigenlijk heel vaak. Mm-hmm. Ik sliep daar ook wel eens en eigenlijk wordt het op een spelletjes manier gedaan. Hè. Je gaat naar boven. Het was ook nog eens op zolder, dus het was niet... Niemand hoorde het? Nee, niemand die het hoorde. Het was echt zo'n trap die je naar beneden moest halen, zeg maar. Dus als er iemand naar boven zou komen, dan zou je dat horen. Dus het was ook meteen klaar. Dan stopte het meteen, zeg maar. Ja. Het werd in spelletjesvorm gedaan. Dus je wist het helemaal niet beter dan dat het een spelletje was eigenlijk. Ja, en wat voor spelletje werd daar dan gebruikt? Ja, je hebt zo'n spelletje met zo'n toren en dan met die poppetjes erop. Ja, precies dat. Een ouderwets spelletje. Dat dan viel, weet je wel. Als het dan viel of een bepaalde poppetjes erop zaten, dan gebeurde dat het seksueel misbruik. Oh my god. En dat is 3 jaar lang is dat zo doorgegaan? Ja. Dan is het, het is echt een tijd is dat doorgegaan, En wat deed dat met jou? Want daar hebben we het natuurlijk over. Wat is de psychologische achtergrond? Hoe kan het dat je dat niet tegen je moeder bent gaan vertellen bijvoorbeeld? Of tegen je vader? Nou, je bent natuurlijk als kind, je bent heel kwetsbaar. Je vertrouwt diegene. Diegene vertelde mij dan, mijn familielid, het is heel normaal. Dat doe je gewoon, zeg maar. En tegelijkertijd is ook, het is een geheim. En als kind ben je er gewoon heel gevoelig voor. Mm-hmm. Dat het een geheim is. Mm-hmm. En dat je dat dus helemaal niet vertelt. Thuis. Of aan iemand anders. Dat kan niet. Dus het is natuurlijk ook heel spannend tegelijkertijd. Mm-hmm. En het is bijzonder. Want op dat moment had je het niet door. Want dan ga je maar mee. Want je vertrouwt diegene. Je ziet diegene heel vaak. Mm-hmm. Of regelmatig in ieder geval. Mm-hmm. Dus je denkt dat het normaal is. Mm. En dit soort dingen ga je dan natuurlijk niet thuis vertellen aan je ouders. Mm. Omdat het zo gemaakt is. Alsof het oké is. Mm-hmm. En was het dan bij diegene thuis? Of bij jullie thuis? Altijd bij diegene thuis. Oké, ja. Dus daar heeft hij natuurlijk zijn spullen. Mee zou houden. Dus daar was gewoon zijn ruimte, zeg maar, natuurlijk. Hè. Dus daar gebeurde het altijd. Ja, en je wordt bedreigd, letterlijk. Ja, ik ben echt wel bedreigd. Oh my god! En wat wordt er dan gezegd? Ja, ik was al bang voor honden eigenlijk. Al vanaf kind af aan, of jongs af aan al. En dan begin je bedreigen met honden. En die gaat je dan opeten. Die ga ik dan achter je aansturen. Pas maar op. Je ouders gaan scheiden als je het gaat vertellen. Allemaal van dat soort dingen. Jeetje. En jij hebt er zelf om gevraagd, weet je wel, als op een gegeven moment. Jij wilt dit ook. Jij komt zelf mee naar boven. Dus je wordt zo'n schuldgevoel aangepraat, terwijl je gewoon niet weet of het normaal is of niet. Ja. Ja, maar je denkt dat het normaal is, dus je denkt dat het gebeurt er. Mm. En als kind ben je gewoon, je wordt daar gewoon zo bang van. En je luistert gewoon, hè. Ja. Ik bedoel, je ziet zo vaak dat kinderen meegaan in een auto bij hun vrienden. Laat staan dat familie dat al aangeeft. Dan vertrouw je diegene nog meer, hè. Dat je dat dan, even een voorbeeld van hoe kwetsbaar een kind kan zijn. Die iemand dan vertrouwt. Al een buitenstaande, laat staan een familielid. Dat is gewoon te erg voor woorden. En gewoon echt weten hoe ze iemand moeten manipuleren en ermee om moeten gaan. Ja. En het is dan, de jaren gingen voorbij. En toen zat ik op de basisschool op een gegeven moment. Dat had ik natuurlijk al. Mm-hmm. Maar toen werd ik met ouder, dan kreeg ik seksuele voorlichting. En toen kwam ik er pas achter van, wat er is gebeurd. Dat kan gewoon niet. Mm-hmm. Wat is dit? Mm-hmm. En dan ga je jezelf alleen maar haten. En je gaat een hekel aan je krijgen. Oh my god, dan heb je het tweede probleem. Dus de figuur, dat verpest je hele... Ja, mijn hele leven. Halve leven heeft hij. Meer dan de helft van het leven. Maar dan ga je jezelf zo haten. En je vindt jezelf vies. En dat klopt gewoon niet, zeg maar. Ja. En juist dan die angsten die je zo is aangepraat. Ja, die worden alleen maar nog groter. Waardoor je het helemaal niet vertelt, weet je wel.
ja, dat schuldgevoel, hè, heb ik er niet zelf om gevraagd? Ja. Wil ik dit nu, wou ik dit niet zelf? Want het is tegen je gezegd. Ja, het is echt mind. Ja, mind is wel, ja. Dat is echt niet te doen. En dan werd ik ook nog eens gepest. Van groep 4 tot en met de eerste klas, heel erg. Oh my god. Ja, dat hebben, ik denk dat kinderen daar gewoon een zwak voor hebben, want je doet je misschien al anders voor. Je bent al een ander stilgetrokken. Ja. Nou, ik ben echt geslagen op de basisschool. Mijn naam is van alle kanten genoemd. Ik weet nog dat er een jas tegen me aankwam, dat die een metalen ding pat in mijn gezicht. Ja, leuk, de kinderschool brengen. Dat was ook echt heel heftig. En mijn ouders dachten. Mijn gedrag was natuurlijk ook erger. Ja, op een gegeven moment heb je het auto ook niet meer door waar het vandaan komt. Vandaan kom je wat gepest. Dus de driftbuien die ik dan had. Mm. De aandacht die ik dan op een bepaalde manier zocht, zeg maar. Mm. Ja, dat is allemaal dubbel op. Hè? En dat misbruik en dat pesten natuurlijk. Je krijgt toch een bevestiging dat je niet gewenst bent. Terwijl je dat al gevoel heb je al natuurlijk ergens. Ja. Maar dat wordt alleen maar erger. Ja. Dat ja. gevoel van niet gewend zijn. En hebben je ouders nooit dat door? Nooit ergens naar gevraagd op dat gebied? Nee, ze hebben dat nooit. Ze hebben wel gevraagd: wat is er aan de hand? Ja. Wat is dit? Waarom doe je zo? Ja. Dat wel, maar. Nee. Dat hebben ze nooit verwacht. Nee, dat hadden ze. Nee, hier komen ze ook niet bij. En ja, weet je, je doet gewoon echt maskers op. En, en wat zei je dan? Wat is dit? Als hun vroegen van nou, wat is er? Ja, per se weet ik niet. Ja, nee, weet ik niet. Ja. Je houdt gewoon je mond dicht. Dat is echt bizar. Je schaamt jezelf ook gewoon. En je mag het niet vertellen. Want anders gaan je ouders scheiden. Ja. Anders krijg je die hond achterna. Ja. Hoe ouder ik werd, het zat nog heel erg in me. Mm. En ik heb er zelf om gevraagd. Dus waar begin ik aan? Hè? Ja, op een gegeven moment word je ouder en dan hoor je ook verhalen op de media. Hoe mensen ermee, dat is victim blaming, hoe mensen ermee omgaan. Nou, dan is het al helemaal niet dat je het gaat vertellen. Ja. Dat wat ik net vertelde, dus ik vind het belachelijk voor woorden. Hè? Dat ze zeggen, ze zal er wel geld voor krijgen. Of ze willen het. Het is echt zo niet hoe het werkt. Nee. Maar je wordt zo in een hoekje gedouwd eigenlijk. Ja. En je kan geen kant op. Tegelijkertijd ging mijn school ook nog naar achter. Ja, het was echt verschrikkelijk. Want er werd gewoon door leraren gezegd van. Wandena die moet naar het speciaal onderwijs, want ze kan niet leren. Oh my god. Ja, want ik liep overal een boek achter op school, dus overal een klas lager. Weet je, het is echt een gevolg van. En misbruik dan het pesten. Ja, en dan kan je natuurlijk, heb je geen concentratie meer op school, hè. Alles gaat gewoon. En op school kan je ook nooit praten? Nee, en dat vind ik een van de slechtste dingen die. Ja, ook met pesten. Het is zo lang doorgegaan. Ze hebben er nooit veel aan gedaan. Ik wou dat iemand aan mij aan de hand, weet je wel. Want dan is het misschien iemand buiten het gezin om geweest die het omvroeg. Dan was het misschien makkelijker te vertellen. Ja. Dan iemand waarmee iemand je bedreigt met het gezin. Ja. Waardoor je het niet durft, weet je wel. Dus ik wou dat iemand door ging vragen en eigenlijk door ging pushen en zeg gewoon precies, ik zie jou, ik heb het gezien, ik wou gewoon dat iemand me zag. Wat slecht joh, wat is dit? Zo'n nalating, hoe zeg je dat? Nalatigheid. Ja, vreselijk. Ja, echt heel erg. Ja. Alleen met dat, dan wordt ook nog eens gezegd dat je dom bent. Dus eigenlijk in die zin. Hè, ik wil speciaal onderwijs helemaal niks, want ik heb daar zelf stage gelopen uiteindelijk. Ja. Maar ik heb er helemaal niks tegen, maar... Je krijgt een stempel, hè? Ja, je krijgt weet je, het is niet eens je stempel. Want als je op speciaal onderwijs, het zijn ook maar mensen. Hè? Die kunnen er ook niks aan doen. Maar als jij weet dat het van het seksueel misbruik vandaan komt. En het pesten. En je wordt niet gezien. Dan is het gewoon zo erg om daar terecht te komen. Terwijl je wordt gewoon letterlijk niet gezien. Ja, maar zo zijn ze natuurlijk allemaal daar gekomen, hè? Ja. Ze hebben allemaal een reden waarom ze bij speciaal onderwijs zijn teruggekomen. Ja. Kinderen hebben gewoon allemaal gewoon psychische hulp nodig. Ja. En niet... En niet omdat ze gek zijn, nee, omdat er gewoon problemen thuis zijn. Er moet verder naar gekeken worden. Precies. Echt erg. Er wordt niet naar gevraagd. Ook niet als je naar de dokter gaat of zo voor iets. Of je hebt ergens klachten, weet ik, psychisch, hè, dan moet je naar, weet ik veel, wat voor... Nou, mensen vullen het voor je in. En dat moeten ze niet doen, want ze moeten gewoon vragen en niet invullen. Want je komt daar gewoon nergens mee. Je komt niet tot de kern. Ja. Als je het invult, dan stopt de ander al met vertellen of je vertelt het niet. Ja. Dus... zodoende. Alleen ik heb wel heel erg geluk gehad, want speciaal onderwijs, zover is het in die zin gelukkig niet gekomen. Want mijn ouders zagen wat meer in mij. Die dachten zoiets van, maar dit gaat niet gebeuren, dag. Ja.
Zij kan dit. Ja, precies. Dus mijn vader heeft heel erg lopen rekenen thuis. Met rekenen, met echt van, jij kan dit. Bijles gegeven van, hè. Ja. Mijn ouders van, dat gaat niet gebeuren. En nou, echt door gaan we door mijn uitslagen op de CITO-toets boven, boven het speciaal onderwijs goed zo. Uitkwamen. Ik ben wel van heel laag begonnen met basis, maar goed, hè. Ja. Uiteindelijk ben ik er gekomen. Dat is gewoon aandacht, alles is aandacht. Ja. Ja. Hoe meer aandacht je iets geeft, hoe beter het Het kan, inderdaad. En toen werd ik op dat vlak, liet ik het wel toe om gezien te worden eigenlijk. Ja. Want eigenlijk heb ik het niet toegelaten, hè. Ja. Om niet gezien te worden. Ja. Omdat je zo'n masker opzet en je aan het overleven bent. Ja, je bent ook alleen maar bang natuurlijk dat het naar buiten komt. Of dat je het een keer gaat vertellen. Dus je zet jezelf al sowieso op een achtergrond neer. Op de achtergrond, heel erg op de achtergrond. Ja. Ja, ik heb altijd toen op de achtergrond gestaan eigenlijk. Jaren. Ja. Dus toen ben ik op de eerste klas. In de eerste klas ben ik ook gepest. En daarna viel het, gepest niet per se, maar wel echt een beetje buitengesloten. Ja. Een beetje buitenbeentje, weet je. Ja. Ben nog wel erg zoekende. En daarna is dat... Wat het beste is toen gestopt. Ja, jeetje, wat kun je nagaan wat dat allemaal met je doet en meebrengt. En... Ja, het is verschrikkelijk. En je ouders hebben ook nooit gezegd van nou, we gaan naar een andere school of zo? Nee, en dat is goed dat je het vraagt. Want dat hebben meerdere mensen achteraf gevraagd van hè, nu dan, hè, in het nu, van hè, andere school. Ja. De omstandigheden op dat moment, mijn moeder die en mijn vader werkte, moeder werkte allebei. Dat kon niet, zeg maar. Ja. Het was niet handig. En ik denk niet dat je daaraan denkt. Ik denk mensen die nu, in het nu leven, zeg maar, dat het een hele andere tijd is, hebben oppas. Mijn ouders hadden toen geen oppas, zeg maar. Ja. Die konden niks. Het was toen dichtbij, die school waar ik toen zat, was het best wel dichtbij het huis. Maar je denkt daar denk ik niet aan. Ik heb het ook aan mijn ouders gevraagd, hoor. Ja, precies. Later, waarom hebben ze me niet op een andere school gezet? Hebben jullie nooit gedacht om een andere school te zijn? Ja, achteraf hebben ze eraan gedacht. Ja of zo stond kwam misschien ook niet in de op. Nee. Maar heel veel cliënten krijg ik natuurlijk bij mij die ook. Dus of kinderen ook die gepest zijn. En dan zeg ik, weet je. Ja, zou je nu die ouders op het matje, dan luister, kind naar een andere school brengen, wel nu. Ja. Weet je? Ja, maar dan hoor je wel eens verhalen van, maar dan zullen ze daar ook wel weer meemaken. Want dan worden ze hard van, of... Dat is niet helemaal juist, zeker niet. Weet je? Nee. Of, dan zal die aan een andere school ook wel weer gepest worden. Ja. Denk ik, dan heb je al een heel apart beeld over je eigen kind natuurlijk. Ja. Nee, bij ons waren echt de omstandigheden die, en dat weet ik ook, de omstandigheden die zaten er niet. Heel veel ook die niet weten dat ze het kind ook van school kunnen halen. Dat is ook het weten. Van het weekend nog iemand die vertelde dus dat zijn kind zo gepest was. Ik zeg dan wil nu het kind gelijk een andere school. Ja, maar kan dat dan wel? Wordt het dan wel op een andere school toegelaten? Ik zeg, zeker wel. Anders het kind thuis houden, zolang dat je wel een andere school hebt, hè? Ja. Ja. Dus er zijn absoluut heel veel mogelijkheden. En anders moet je daar maar een stukje verder voor rijden. Het gaat wel om het welzijn van je kind. Klopt. Waar je dus nog jarenlang nasleep van hebt. Hè? Het is inderdaad een nasleep geweest. Want de ouders wisten natuurlijk al van mij. Want ik kwam heel vaak huilend thuis. En dan mijn moeder die dan heel... Die was zo kwaad op de leraren. Dan echt lopen. Ja. Bijna lopen schreeuwen eigenlijk. Weet je wel. Van wat is dit? En wat doen jullie nog wat? Of, die zijn wel voor me opgekomen in die zin gelukkig. Ze hebben het niet gelaten. Ja. Heel vaak gesprekken gehad. Maar er kwam gewoon helemaal niks. Nee. En het is echt bizar. Dat dan dat misbruik. Ja. Ook een zo groot deel. Ja. Daardoor komt het natuurlijk ook aan. Ja, tuurlijk. Ja. Je gaat een bepaalde houding. Kinderen zijn er gevoelig voor. Ja. Die voelen alles natuurlijk. Ja. Maar 3 op de 6 kinderen worden seksueel misbruikt. Ja. Dus dat is echt te bizar voor woorden. Dus als je ook mensen hoort die bijvoorbeeld het niet willen geloven. Of die er een heel naar beeld over willen schetsen. Hè, die bijvoorbeeld willen zeggen dat het een victim blaming is. Hè, dan moet je altijd over nadenken. Dit is een smeerlap. Dat zijn smeerlappen. Ja. Ja? Dus mensen die dat niet serieus nemen, dat zijn gewoon smeerlappen. Ja. Ja, dus dat is echt een waarschuwing voor iedereen die denkt die dat hebben meegemaakt. Dus bijvoorbeeld. En dat moet je echt voor uitkijken. Ja, er zit zoveel meer. Ja, precies. Achter. Maar hoe ben je er zo bij gekomen om het dan wel te gaan vertellen? Wat is daar gebeurd dat je voor jezelf denkt, nu moet het verteld worden? Het heeft hoe lang geduurd? 15 jaar. Ongeveer. Ja, ik was 20 ongeveer toen ik het thuis vertelde. Nou, eigenlijk toen ik het thuis vertelde, het was zo vaak op het nieuws, dit onderwerp. En ik kwam het zo vaak tegen. Ik werd een beetje mee geconfronteerd. Ja. Op school hadden ze het heel vaak over destijds. Zo'n periode dat ze het heel vaak over hadden. Ja, en toen, het deed wat met me. Ja. En
mijn ouders zagen een bepaald gedrag bij mij. Mm-hmm. Toen woonde ik toen nog thuis. Mm-hmm. Maar die zagen een bepaald gedrag bij mij. Die zijn een soort van door gaan vragen. Mm-hmm. Van, waarom trek je je zo vaak terug? Weet ja, wel. Ja, precies, precies. Wat is er aan de hand? Zeg maar ja. Zo. En toen heb ik het thuis verteld, ja. Ja. Weet je, wat, hoe reageren ze? Geschokt. Ik ben geloofd. Gelukkig. Ja, daar ben ik heel dankbaar voor dat ik ben geloofd. Ja, omdat het niet vanzelfsprekend is, helaas. Ja. Dus ik ben geloofd. Mijn ouders die hebben me toen even gelaten. Van wat wil je nou, weet je wel. Misschien dat ik nog naar school. Ik deed toen volgens mij niveau 3 verkoopspecialist. Was ik een half jaar mee bezig. Mijn ouders zijn er echt voor mij geweest. Ik weet nog dat ik naar school ging. En dat mijn ouders zeiden van oké, wil je doorgaan met je opleiding of wil je stoppen? Ga op therapie, weet je, wat wil precies, jij? Ja. Maar goed, ik wist niet wat ik wou, want voor mij was het weer falen, weet je wel. Want als ik dan nu zou kiezen om niet naar school te gaan, dan was het van, dan was ik weer gefaald in mijn leven. Hè? Dan was het weer een stuk uit mijn leven dat weer eigenlijk op de grond lag en ik helemaal niks. Niet afgerond werd. Niet afgerond werd en dat ik daar helemaal niks mee meer kon. En toen ouders hebben toen een keuze gemaakt om mij van school te halen. Oké, wat goed. Ja, die hebben een keuze gemaakt, want ik kon dat niet. Voor mij was het echt te heftig, hè. Want ik moest zo hard mijn best doen op school, omdat je dat... Ja. Kijk, als mensen tegen je hebben gezegd dat jij niet kan leren, dan neem je dat mee tot een hele latere leeftijd. Ja, dat je beseft hebt, hey, ik... Ja, ja. Dat een latere leeftijd van, ik kan niet leren. Dus voor mij was school echt een uitdaging altijd destijds. Omdat ik dacht, ik kan niet leren, dus ik moet mijn best doen. Ik kan het niet. Hè? Echt dat stemmetje die dan constant in je achterhoofd... Programmatie. Ja, van dat ik het niet kon. Dus voor mij was het tegelijkertijd om het aan te geven, ik wil hier niet meer. Dat is voor mij echt een bevestiging van naar mezelf toe. Ja. Ik kan dit niet. Maar gelukkig hebben die ouders... Mijn ouders hebben toen de keuze gemaakt om mij van school af te halen. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk... Op dat moment dacht ik, oh, wat is dit? Ja. Oh, god. Waar ga ik naartoe? Hè? Ik faal nu weer. Ja. Maar nu is het echt de beste keuze van mijn leven geweest. Ja. Van het begin van mijn herstel. Hè? Want het is een herstelproces waar ik toen ben beland. En toen ben ik therapie gaan volgen 5 jaar lang. Zo, goed hoor. Jeetje. Ja. En, toen begon de ellende eigenlijk ook. Want alles kwam eruit. Want je hebt zo diep weggestopt en... je hebt maskers op, die eenzaamheid die is dan niet meer alleen. Hè? Mm. Je bent natuurlijk in één keer weet iemand er wat van, terwijl je dit nooit hebt gedeeld. Mm. Die innerlijke pijn, ja. De lucht ook, die eruit komt, zo. Ja. En als kind heb je natuurlijk ook helemaal geen identiteit. Op een gegeven moment weet je van, ik ga nu identiteit creëren, want ik wist niet wie ik was. Ik liep als een kip zonder kop door het leven. Ja. Ik volgde alleen maar andere mensen. Ik wist niet waar ik het moest zoeken. Ja. En op een gegeven moment lag ik echt onder water. Met mijn haar sprieten omhoog. Om het even zo te benoemen. Van, ik wil nu gered worden. Ja. Dat ik dacht van, oh god. Zij zeggen, die adem die komt er dan in één keer uit. Ik kom weer ademen. Zo'n diep geheim steeds gelopen natuurlijk. Ja. Ja. En angsten. En angsten. En jezelf, je doet jezelf natuurlijk ook... Pijn, hè? Door dingen over jezelf te vertellen. Ja, tuurlijk, absoluut. Ja. Elke keer weer die herhalingsproces, natuurlijk het herbeleven. Dat is ook dat je het eigenlijk steeds herbeleeft natuurlijk. Ja. Elke keer erover praten, dan is het extra knap dat je er nu ook over wil praten. Want het is natuurlijk weer alles op praten, daar word je natuurlijk ook helemaal gek van natuurlijk. Maar gelukkig valt mee. Je kan het nu los van elkaar zien. Ik kan het los van elkaar zien. Ja, ik heb het verwerkt. Ja. Ik kan het los van elkaar zien. Je laat zo'n, zo'n duivel niet meer jouw leven beheersen. Nee, dat is ook, maar dat komt straks op inderdaad. Ja, precies. Dat is inderdaad, dat wil je, nee. Nee, je weet ook niet hoeveel meer zo iemand nog slachtoffers maakt. Ja, dat weet je ook niet, nee. Ja, want wat is daarmee gebeurd? Hebben ze er nog iets mee gedaan? Nee, eigenlijk is het aangifte, moet ik heel eerlijk zeggen, dacht ik niet meteen bijna. Ik dacht alleen maar, ik moet gered worden, want ik hou dit niet vol. Want bij mij, ik heb echt wel in mijn leven gedacht, wil ik dit nog wel? Wil ik nog leven? Waar sta ik nu? Snap ik, weet je wel? Waar ga ik naartoe, weet je wel? Ik heb echt wel gedacht van, als ik eruit stap, is het ook wel goed. Ja. Want hoe lastig het ook nu klinkt. Ja.
Maar ook tijdens het proces, weet je wel, met de therapie, dan kom je, moet je natuurlijk altijd weer oprakelen wat je diep hebt weggestopt. Ik heb het altijd geweten. Je hebt natuurlijk ook mensen die het verdringen. Dat heb je natuurlijk ook. Die dan in een keer met dromen of op andere manieren of een bepaalde situatie. Ja. Die blokkeren het, die willen natuurlijk te veel pijn. Ja, ja, die wegstoppen. Maar ik heb het altijd geweten en ik heb het altijd bij me gedragen. Ja, 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 ja. Waardoor dat proces gewoon veel lastiger en veel moeilijker was, zeg maar. En waarom ik dus eigenlijk ook niet echt aangifte wou doen. Omdat ik dacht, ik moet nu gered worden. Want ik moet... Je kon er niet tegen. Ik kon er niet tegen. En ik heb altijd in diep van binnen geweten, een vuurtje of zo, van dit is niet mijn leven, weet je wel. En toen ik dit dus thuis vertelde, kreeg ik een soort van bevestiging van, oh god, nu ga ik, nu kan ik ergens naartoe. Nu heb ik, mijn leven wordt misschien nu wel anders. Ja, precies. Dus voor mij was het echt een ademhaling. Ja. Van waar ik nu naartoe ga. Dus aangifte heb ik toen niet gedacht. Omdat ik eigenlijk alleen maar aan mijn eigen dacht. Het is heel lastig als je iets zo diep hebt weggestopt om weer dat proces aan te gaan. En weer die heftige pijn te ervaren terwijl je dat eigenlijk al moet doen in je therapie. Ja, 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 ja. Ik heb achteraf heb ik er wel aan gedacht, want toen bleek dus dat het niet achter gesloten deuren kon, zeg maar. Ja, nog niet anoniem. Of dat, nee, je moet eerst je aangifte indienen. Ja. Dat heb ik trouwens ook niet gedaan hoor, aangifte ingediend. Maar je kan je aangifte indienen. Mm-hmm. En als je hem doorzet, dan was dat toen... Dan pas kan je een aanvraag doen bij de rechter, noem maar op, om te vragen achter gesloten deuren. Maar dan is hij al wel ingediend, zeg maar. Okay. En ik had geen zin om met mijn naam en mijn hoofd in de krant te staan dat ik te maken heb gehad met seksueel misbruik. Maar wat gemeen ook eigenlijk op die manier dat ze dat zo doen, want dan maken ze het natuurlijk alleen maar moeilijker. Ik was een minderjarig. Ja. Ja. Dus dat is, alleen minderjarig is het dan? Ja, volgens mij is minderjarig, durf ik niet met zekerheid te zeggen hoor, maar volgens mij is minderjarige... wel achter gesloten deuren. Oké. Okay. Nou, wat een naar proces eigenlijk. Dus dan moet daar de hele, hele journalistiek en alles moet daar natuurlijk bij. Ja, ja, dat krijg je dan wel, hè, als de mensen de lucht van krijgen. Ja, dus voor heel veel mensen, hè, die dus dit hebben ervaren, is het extra heftig. Omdat ook nog eens een keer helemaal... Eigenlijk moet het ook bloot, hè? Eigenlijk moet het bloot. Zeker. Want jij bent niet schuldig. Nee. Ja? Jij hebt niet... Jij mag helemaal niet denken dat het aan jou ligt. Nee. Ja, dat mag je niet denken. Maar toch, heel veel mensen zijn bang natuurlijk voor dat victimblaming. Ja. Ja. Ja, wat je natuurlijk krijgt. Dat je de hele wereld over je heen krijgt. Ja. En dan heeft zo'n duivel, noem ik het, nog steeds de vrijheid om alles te kunnen doen. Ja, dat klopt. Eigenlijk kan dit gewoon niet. Nee, en daar stond ik nog niet. Maar het is heel gemeen vanuit het rechtssysteem om het zo... aan te pakken, want aan de andere kant heel goed ook, want dan ligt het gelijk maar bloot. Ja, zeker. Maar ik vind het natuurlijk hoe het, ja, weet je, de wereld zit gewoon krom in elkaar, want het victim wordt vaak afgemaakt en de dader, daar wordt niks mee gedaan. Ik zag op die radio, zag niet, want de radio kan je niet zien, hè. Maar, ik zie hem wel, maar ik hoor eigenlijk alles, hè. Ze hebben geen beelden erbij. Nee, ik maak zelf beelden. Ja, dat wel, ja. Maar ik hoorde op de radio dat er dus een vrouwtje in de trein zat die 40 minuten lang aangerand is geworden. Ja, het is echt bizar. Dat las ik ook, ja. Die kerel zit weer op vrije voeten, weet je. En er wordt niks mee gedaan. Ja, onderzoek wordt gedaan. In de tussentijd mag hij doen wat hij wil. Mm. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel heel makkelijk in deze wereld om... Ja. Misbruik te doen. Ja. Want er wordt toch niks mee gedaan. Nee. Weet je, ik vind zo iemand moet eerst gewoon zeker een jaar minimaal vastzitten. Mm-hmm. Minimaal. Totdat het onderzoek afgerond is. En als achteraf dan blijkt dat het dan niet zo is, dan is dat jammer dan. Maar dat er voor de volgende iedereen die dat durft te doen, bang moet zijn om dat te durven doen. Ja. Ja. Dat is veel te makkelijk. Ja, is het niet. Ja. Dat kom ik soms ook niet bij met mijn hoofd hoor. Hoe krom dat eigenlijk in elkaar zit. Hè? Nee, omdat het hele rechtssysteem te krom is. Ja. Want hoe kan je als, want als jij zei in het begin van, je bent niet schuldig, hè? Dus eigenlijk moet je gewoon aangifte doen. Ja. Maar als jij net het begin staat van, nu achteraf weet ik dat ik niks daarmee te maken kunnen hebben. Op dat moment weet je Op dat moment, dan
dan geef je alleen jezelf de schuld en dan schaam je je en dan wil je niet dat de rest van de wereld het weet. Want hallo, je moet het zelf nog verwerken. Ja. Dus daar sta je niet. Nee. Dus tegelijkertijd krijg je dat natuurlijk ook tegen je hoofd aangeslingerd, letterlijk. Ja. En nu, hoe zou je dat nu dan ervaren? Heb je dan nu nog het gevoel om aangifte te doen? Of wat voel je daarbij eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, eigenlijk, kijk, ik geloof in karma, op welke manier dan ook. Je wilt niet meer mee geconfronteerd worden. Ik wilde niet mee geconfronteerd worden, want ik heb er vertrouwen in, hè, uiteindelijk, hè, boontje komt op zijn loontje. Hè, ja. Karma bestaat gewoon, dat geloof ik in. Ja. Als ik het niet doe, dan doet inderdaad iemand anders, anders het, of hè, het universum, of hoe het ook moet lopen, zeg maar. Ja, dus ik hoef daar zelf niet, ik heb niet het gevoel dat ik daar per se echt een aandeel in moet hebben direct. Nee, ik snap het. Ja. Dus nee, daar voel ik niet heel veel voor. Ja. En natuurlijk heb je nog die boosheid. Ja. Misschien nog ergens, hè, dat je toch wilt. Hè, je wilt toch gelijk staan, hè, in die zin. Ja. Maar ik voel het niet minder of zo. Want ik heb dit helemaal, eigenlijk heb ik het geaccepteerd. En ik heb het wel moeten accepteren. Ja. Anders kwam ik niet verder. Ja, het is het. Nee, dat is ook zo. Want anders ga je jezelf helemaal te gronden brengen natuurlijk. Er was nog een verhaal. Je hebt bijvoorbeeld een grote speeltuin. Hè? Dat heb je door het hele land. Dat is van een vereniging en dat heet Jeugdland. En daar is dus ook voormalig iemand geweest die dat dus runde. En die daar dus seksueel misbruik. Want ze zitten natuurlijk vaak op die plekken waar veel kinderen zijn. En diegene is dan... Eerst zat hij in Nieuw-Vennep en nu is dat dan overgeplaatst, was hij dan naar Hoofddorp gegaan. Nou, daar hebben ze dus diegene, dus daar was hij daarvan voor ontslagen. En dan is hij overgegaan naar Hoofddorp, terwijl je weet toch als vereniging zijnde, hij is voor dat ontslagen. Weet je dan, toch? Waarom neem je hem dan aan in een andere plaats? Ja, dat is al bizar, toch? Nou, dan zijn er ouders gekomen die dus hebben verteld wat hun kind heeft verteld. Ja, dat ze dus misbruikt zijn geworden op die plaats daar zo. Maar geen harde bewijzen, oké. Die persoon is dus ontslagen daar zo. Niet op basis van seksueel misbruik, maar op basis van diefstal. Ja. Nou, hij wordt niet vervolgd, want er is geen aangifte gedaan van seksueel misbruik. Maar nu is diegene dus pedagogisch werk aan het doen. Oh. Ja, die is daar dus een opleiding aan het volgen en die gaat dus bij een kinderdagverblijf werken. Maar omdat er geen aangifte wordt gedaan, mag diegene daar gewoon werken. Ja. Dus... Dat is natuurlijk ook een dingetje. Ja, heel dubbel. Ja, omdat er dan geen zaak loopt. Of omdat er dan geen, omdat het niet in het systeem staat, is diegene gewoon op vrije voeten. Dus dat vind ik ook wel eens soms een psychologisch dingetje. Wat ze dus met de slachtoffers doen. Hè, dat je dus geen aangifte durft doen. Omdat jij denkt, ik ben er al lang klaar mee. Ja. Ik wil die energie ook niet meer. Nee, want ik heb me eindelijk hersteld. Dan ben ik dadelijk weer in die energie. Ja, dat is het ook onder andere. Maar dat is ook iets psychisch. Ja. Wat denkt dat je denkt, maar diegene is nu op vrije voeten. Die kan misschien al 20 andere kinderen pakken. Hoe ga je daarmee om? Dat horen of dat ik dat zelf nu denk bij diegene? Ja, hoe ga je daarmee om? Dat is gewoon mijn vraag. Dat je denkt, hoe... Moet ik daar nog iets van doen? Of denk je, nee, dat is niet aan mij. Dat laat ik echt aan iemand anders. Weet je wat het is? Ik heb er inderdaad over nagedacht. Ja. Als jij nu aangifte doet, hè. Kijk, het rechtssysteem is best wel krom in Nederland. Het is heel erg krom. Ja. Kijk, je doet nu aangifte, maar je hebt geen bewijzen. Mm. Kijk, het is mijn woord tegen zijn woord. Ja, precies. Je hebt geen bewijzen, helemaal niks. Je moet hier gewoon, hoe krom het ook is, bewijzen voor hebben. Ja. Ik kan wel aangifte gaan doen, maar als die aangifte wordt afgewezen, dan kan diegene alsnog ergens werken. Ja. Omdat er niks mee wordt gedaan. En hoe kan die aangifte afgewezen worden doordat er geen bewijs is? Omdat er waarschijnlijk geen bewijs is. Er is geen bewijs. Het is toch te goor voor woorden? Ja, ik weet daar niet, ik heb daar niet helemaal in verdiept, maar volgens mij, als je geen bewijs hebt, dan gebeurt het natuurlijk ook niet. Maar toch, als er dan daarna misschien nog eentje met aangifte komt, die hetzelfde verhaal vertelt, dan is dat toch iets wat in het systeem staat, zou je denken. Ja, dat zou maar zo je werkt denken. Het niet. Volgens mij wel, want je kan een melding maken. Je kan sowieso een melding maken. Ja. Dus dan staat het sowieso in het systeem. Dus mocht iemand er komen, dan staat er gewoon een melding. Ja, precies. Dan zien ze van, het is gebeurd, die heeft niks meer gedaan. Maar er staat wel wat, zeg maar. Ja. Maar, ik weet niet, ik geloof er gewoon in. Ja. In op een andere manier. Karma vind je belangrijk. Ja, precies. En voor mij is het echt,
dat ik hier gewoon mensen mee moet helpen. Want ik ben niet eens bezig met... Eigenlijk ben ik heel eerlijk gezegd niet bezig met de dader, om het zo te benoemen. Ik ben echt bezig met mezelf. Omdat ik zo erg in de shit heb gezeten. Ja. En eindelijk mijn leven terug heb. En eindelijk heb kunnen accepteren dat het is gebeurd. Ja. Ben ik zo erg hiermee bezig. En voor anderen. Want in die zin leef ik ook voor anderen. Ja. Om anderen te helpen. Ja. Om er wat mee te doen. Ja. Weet je, om weer terug in hun eigen kracht te komen. Ja. En de regie weer zelf te pakken. En niet afhankelijk te maken van wat er is gebeurd. Ja. Wat ik natuurlijk begrijp. Maar er is zoveel meer. Ja. En daar wordt ook heel weinig aandacht aan besteed. Absoluut. Weet je? Absoluut, ja. En ik kan naar een psycholoog. Ik ben natuurlijk ook fijn dat ik met een psycholoog is. Maar het is zo anders. Een psycholoog gaat je niet vertellen wat je moet doen, hoor. Die weet niet wat je kan doen om te herstellen. Of om je herstel in te gaan, zeg maar. Ja. Hoe je in je kracht komt te staan. Ja. Het is zo'n andere manier. Iemand begrijpt jou gewoon niet. Ja. En ik heb dat zo gemist. Hoe ben jij daar in je kracht gekomen, zeg maar? Wat geef je als tip? Nou, weet je, hoe wat ik net al aangaf, ik heb het natuurlijk al geaccepteerd. Hè? Ja. Ik was natuurlijk ook weer boos. Hè? Op een gegeven moment, je leven loopt niet en je loopt natuurlijk overal tegenaan. Mm-hmm. Alles gaat mis en je moet je best doen. En je gaat naar een psycholoog omdat iemand je iets heeft aangedaan, hè? Mm. Letterlijk. En je blijft maar een beetje hangen in die... in die weegschaal, hè? Je staat totaal niet in één met jezelf. En op een gegeven moment heb ik die boosheid of die frustratie heb ik zo gebruikt om het te accepteren. Mm-hmm. Omdat ik dacht, ik pak nu mijn eigen regie terug. Ik pak nu mijn leven terug, wat jij hebt verpest. Hè? Ja. Waar jij nog steeds, blijkbaar destijds, hè? Nog steeds regie over, want dat heb je al jaren niet zien, maar toch doe jij wat met mij. Mm. Ik laat dat niet meer toe. Ik wil dit niet meer. Nee. Klaar, heel klaar. Goed, ja. En toen heb ik het, eigenlijk heb ik echt die boodschap heb ik gehad. Nu pak ik het leven zelf in handen. Ja, heel goed. En het kan. Dat kan, hè? Ja. Als je denkt van niet, je hebt echt controle over je eigen geest. Ja. Dat wist ik niet. Ja. Maar je kan zoveel meer dan je denkt. Er zit zoveel kracht in. En dat vuurtje, dat is er. Dat zit er gewoon. Ja, dat heeft iedereen. Ja. En die kan aangewakkerd worden. Al heb je het niet. Je kan het aanwakkeren. Ja. Weet je? En als het niet was gebeurd, hè, hoe zou je leven dan zijn? Vraag je dan af, hè? Als het niet was gebeurd, hoe zou je leven dan voor je zien? Ja. Wat zou je dan willen doen met je leven? Ja. Dat zit er toch, hè? Die gedachtegang. Je kan dat creëren voor je. Je kan het visualiseren. Ja. Al is dat misschien lastig, maar het kan. Tuurlijk. En vanuit daaruit kan je echt kan je weer gaan leven, zeg maar. Ja. Het gaat niet 1, 2, 3. Ja. Ik bedoel, ik ben zelf ook nog bezig met mijn innerlijke kind heden. Ja. Ik heb het al gedaan op een bepaald stuk. Maar ik ga er nu weer mee bezig. Omdat je toch merkt dat ik toch nog tegen bepaalde dingen aanloop. Ja. Dat wat nog niet geheeld is. Dus je blijft leren, je blijft helen. Maar op een andere manier. Ja, zeg maar. Natuurlijk ook al die programmaties, hè, die je natuurlijk ook meekrijgt. Van alles en nog wat natuurlijk, wat je nog allemaal moet verwerken. Ja. De hele dag word je natuurlijk proberen ze te programmeren. Ja, je dus moet echt je eigen van maken. Nu ben je met het innerlijke kind. Ja, ja, precies. Ja, je moet echt je eigen ervan maken, zeg maar. En je terugkomen in je ware ik. Ja. En wat geef je als tip, hè, voor mensen ook die... Hè, wellicht nu kijken en die ook zo'n geheim hebben, die ze misschien nog wel nog steeds bij zich dragen. Hè? Om dat natuurlijk bloot te gooien. Hè? Want lucht op. Neem ja, aan. Oh. Wat doet het met je als je dat doet? Ja, ik vind dat zo pijnlijk om te. Ik heb wel eens vaker gehad. Ik heb wel eens stagiaires dat ik. Ja, ik ben ook heel gevoelig. Mm-hmm. Dus ik kan heel goed invoelen waar iemand zit of wat iemand nodig heeft. Ja, dat is ook heel spiritueel. Ja. Dus dat een goeie bij jou, van jou bij de GGZ, hè? De beste die er is. Ja, dat hoor je natuurlijk wel. Dat zijn verhalen. Ja, ik denk, oh god. Ik geloof. Ja. Heel lief. Maar ik heb wel eens gehad, want ik in of andere, ik voel dat heel vaak bij mensen aan. Of met iemand in gesprek, of die zegt nee, dan weet ik gewoon waar ik moet. Waar ik doorheen moet prikken of zo. Mm-hmm. En dan komt het. En ik heb wel eens zo vaak mensen om me heen gehad. Die dan een jaar niet thuis hebben verteld. Weet je wel. Ja. Ik bedoel. We hebben het natuurlijk nu over seksueel misbruik. Maar daar wil ik er wel even bij vertellen. Mm-hmm. Het is natuurlijk ook
een verkrachting van je ex, weet je wel? Of een aanranding. Kijk, seksueel misbruik hebben mensen een heel ander beeld bij misschien. Maar het is wel goed te benoemen. Kijk, je hoeft er soms niet eens een woord aan te geven. Als het al over je grenzen heen is gegaan. Twijfel niet. Want dan is het iets wat jij niet fijn vond. En daar gaat het om. Dan moet je echt vertrouwen hebben dat dat niet klopt. En dat dat wat is. En je hoeft er geen naam aan te geven. Want heel veel mensen vinden het lastig om er een naam aan te geven. Of die denken, ja, maar zo erg is het niet. Maar het is wel erg. Het is heel erg. Ja. Of het is niet zo erg, want ik hoor deze en deze verhalen, zeg maar. En daarom vertel ik ook nooit wat er letterlijk... Ik ben sowieso niet van wat er is gebeurd, hè, in de thuistreden. Ook omdat het gewoon mijn grens is om dat niet te doen. Maar ook omdat mensen soms een beeld van kunnen krijgen. Oh, wat erg. Of wat minder erg. Of we gaan dan vergelijken, zeg maar, met wat er is gebeurd. En dat wil ik niet, omdat alles is erg. Zodra je de grens heen gaat en het klopt niet, dan is dat gewoon zo. Ja, of dat ze dan grapjes erover maken. Ja, dan mag je niks meer. Ja. Nou, dat is ook helemaal duidelijk. Je moet sowieso van iemands lijf afblijven. Klaar. Ja, nee, ja, precies. Ja, ja. Ja. Dat is toch al, dat mag ook niet. Nee, nee, precies. Nee, precies. Weet je, vooral als het over je grens heen gaat. Ja. Het wordt, dan kan dat niet. Weet je? Nee, natuurlijk dus, niet. Nee, dus ik heb wel eens iemand gehad die dan zei, ja, maar mijn vriend heeft me dan, weet je wel, zeg maar, verkracht of aangerand of wat dan ook. Of mijn ex dan. Maar dan, dat ze dan aan vriendinnen, dat is een meisje van 20 of 19, heel jong meisje, weet je wie dat dan is. Heb ik al vaker gehad. En die dan aan een vriendinnen vertellen. Ja, en wat is de eerste reactie wat je hoort? Ja, maar het is toch je vriend? Dat hoort er toch bij? Dat het allemaal maar moet, weet je wel. Dan komt dat ze die rare porno allemaal kijken. Ja. Die troep erop. Precies. En dan vinden ze dat normaal. Iemand zijn haar pakken van de keel dichtknijpen. Ja, maar niet eens dat. Ook tegen iemand zin in. Als iemand zegt nee, weet je wel. Ja. En iemand die walst er gewoon doorheen. Om het even grof te zeggen. Ja. Want dat is gewoon zo. Ja, ja, dan kan dat niet. En dan hoor je misschien van je vriendinnen, ja, maar dat is dat hoort erbij. Of dat is normaal. Ja. Want hoe kan je in hemelsnaam geverkracht worden door je ex of door je vriend? Dat bestaat toch niet? Ja, het bestaat echt. Dat weet je wel. En dat begint natuurlijk bij het vertellen aan je omgeving. En dan krijg je zo'n reactie. Waardoor ze dus niet meer durven te vertellen aan je ouders. Of aan dierbaarden, echt iedereen. Dat weerhoudt hun dan. Dan heb je wel uitgelokt of zo. Ja, of je bent schaars gekleed geweest. Dat hoor je ook wel. Dat is sorry, hoor, maar dat staat helemaal nergens op. Dus omdat je schaars gekleed, al sta je naakt, moeten ze met de poten van jou blijven. Totdat jij zegt, doe maar. Weet je, of het in een bepaalde vibe, of weet ik veel. Hè? Dat is natuurlijk heel wat anders. Ja. Maar... en ik vind echt een jaar, vind ik echt al te lang. Of een paar maanden was het dan. Dus ik probeer wel echt te stimuleren van, vertel het alsjeblieft, weet je wel. Soms geef ik even één tipje of zo en dan is het al van, weet je wel. Ja. Of dan denken aan, ja, maar wat gaan mijn ouders vertellen, vinden, weet je. Nee, het gaat er niet om. Of mijn ouders hebben problemen of die zitten ze niet op te wachten. Of dat word ik niet geloofd. Maar dan zeg ik ook altijd van, maar dat is echt een stukje... invullen voor een ander. Dus invullen voor je ouders of voor dan ook. Je weet niet hoe mensen reageren. Ja. Jij moet er vanaf zijn. Je moet denken, dit is dan bij hun. Hè? Precies, precies. En jij moet er vanaf zijn. Precies. Jij moet gesteund worden, zeg maar. En je moet er niet alleen mee rondlopen. Dat is de hele kern van het hele verhaal. En sowieso niet schamen, want nogmaals, het is de dader. En niet daar moet juist alle schaamte liggen. Nee. Ja? De dader moet je schamen. Wat je ook hoort op tv, wat mensen er ook van vinden, niet schamen. Nee. Alsjeblieft, want ik heb dat ook gedaan. Ik heb altijd gezegd, achter me laten, niks mee doen. Maar... ergens anders nu. Ja. Met wat ik dus nu wel doe. Ja. Nou, ja, dus... jij bent gelukkig dan nog vrij jonge leeftijd, heb je het nog verteld. Hè? Ik bedoel, 20 is natuurlijk al veel te laat. Ja, als je 15 jaar hebt volgehouden, is het veel te laat. Heel te lang. Maar jij bent niet allemaal... 50 zijn. Nooit vertellen. En de meeste mensen die met een groot geheim, diep geheim lopen, die zijn vaak ook wel gezet. Zijn er dik. En waarom zijn ze dik? Omdat ze dus bescherming zoeken. Ja, dus ze hebben iets wat ze niet durven te vertellen. Emotie eten heb je natuurlijk ook. Hey, je krijgt lichamelijke klachten. Hè? Je ontwikkelt van alles in je lijf. Omdat je liefde zoekt. Je zoekt liefde. Dus daarom gaan ze emotie eten. Begrip. En het is vaak een diep geheim wat ze bij zich gaan dragen. Ja. Ja. Als tip, hè. Voor de mensen die dus nog steeds een geheim bij zich dragen. Of kinderen misschien. Of weet ik veel wat. Hè, die hebben wat... Als tip natuurlijk om het te vertellen. Heel veel denken dat het ze natuurlijk zwaarder uit gaat vallen als ze het gaan vertellen. Maar ik neem aan dat je gigantisch opgelucht was nadat je het verteld hebt. Ik was heel erg opgelucht. Dat was natuurlijk heel moeilijk. Maar ik was niet meer alleen met mijn geheim. En wat de ander ook vond, of wat het ook was. Ik was er niet meer alleen bij. Het was een kans. Ik kreeg een kans dat iemand me kon helpen. Ja, kijk, ik kan denken, oh, niemand gaat me helpen. Of niemand ziet mij meer.
Of ik word niet gezien of ik word niet gehoord. Ja. Dat kan je, dat heb ik natuurlijk ook in mijn hoofd gehad. Ja. Ik dacht ook dat mijn ouders gingen scheiden. Mm. Maar dat is totaal niet gebeurd. Mijn ouders zijn er altijd samen voor ons. De een heeft niet de ander verweten. Precies. Omdat de familie was van de een of de ander, ja. Snap je? Dus, maar bij hun zullen ook wel processen af hebben gespeeld. Ja, hè? Zeker. Dat te denken van, waarom heb ik dat niet eerder opgemerkt? Waarom heb ik niet beter op mijn kind gelet? Ja. Toch? Wat zouden hun gedacht hebben? Hebben ze daar ook over gesproken? Ja, die voelden zich schuldig, hè? Want ik was echt een papa's kindje, zeg maar, nog steeds. Ja. Nou ja, mijn vader heeft me wel eens afgevraagd, waarom, we waren heel vaak samen. Waarom heb jij nooit wat gezegd? Ja. Weet je wel? Waarom heb je nooit, voelde je niet vertrouwd? Wat was het dan? Ik zeg, nou nee, ik voel me heel erg vertrouwd. Ja. Maar het werkt niet zo, weet je. Ik snap die vragen, maar het werkt niet zo. Je wordt zo gemanipuleerd, je wordt zo gebrainwashed. Op een gegeven moment heb je het maar geaccepteerd, hè, dat het is gebeurd, ja, als kind. Op een bepaalde manier niet geaccepteerd in een goede vorm, maar meer van het overleven. Ik was natuurlijk echt een overlever. Ja. Ja. Dus op een gegeven moment, ik heb ze zelf nooit kwalijk genomen. Ja. Want ze konden dit, de manier hoe het gebeurt, ze konden dit ook niet weten. Nee. Alleen mijn ouders hebben zich natuurlijk wel schuldig heel erg gevoeld. Ja, dat snap en nog steeds. Ja, dat snap wel. Ik. Ja. En, maar ik heb wel altijd gezegd, weet je, we hebben thuis een heel open cultuurtje kunnen of van alles en nog. Ja, fijn, zijn. Heel fijn. Want je hebt ook natuurlijk met culturen te maken. Ja, dat kan echt niet overal, helaas. Nee, precies. Dus thuis in het gezin, zeg maar, kunnen we er wel echt over praten. Het is natuurlijk wel lastig geweest in het begin van de jaren, want toen wou ik er zelf niet over praten. Maar dat komt dat ik zelf een proces doorheen. Tuurlijk. Om weer te weten wie Wanda was. En ik weet nog dat ik bij de psycholoog zat en ik zei, ja, ik ben Wanda en voor de rest weet ik niet wie ik ben. Ja, het is echt. Ik had zo'n laag negatief zelfbeeld dat ik niet eens één ding kon benoemen als kwaliteit of positief. Het is zo erg geweest, want ik ben geleefd door het leven. En ik was geleefd, ik was geleefd door het leven en ik was geleefd door het geheim. Maar als je hier zo ziet zitten, dan kan je bijna niet geloven dat je gewoon niet wist wie je was. Snap je een beetje wat ik bedoel? Klopt. Omdat ik zo'n sterke vrouw hier zie. Echt een mooie, sterke vrouw die echt heel goed weet wat ze wil. Mm-hmm. Weet je, wie ze is. Ja, dat heb je natuurlijk nu dan gebracht, hè? Naar alles. Maar dat kan je bijna niet voorstellen dat je dan dat niet had. Weet je, omdat ik zo'n powervrouw hier zie zitten. Ja, dat is lief. Nee, dat is niet lief, dat is waarheid. Ja. Fact, hè? Dank je. Dank je. Ja. Nee, dat hoor ik wel eens vaker. Ik heb een vriendin van die tijd en die kende mij, zeg maar, hoe ik toen was. Ja. Maar die herkende me niet meer terug hoe ik nu ben, hoor. Nee, dat snap ik. Die denken, en als ik het nu aan vriendinnen, recente vriendinnen vertel die me toen destijds niet kende van die tijd. Die denken, waar heb je het over? Want ik vertel het natuurlijk wel, ik ben daar gewoon heel open over. Maar die herkenden me niet. Die denken, hoe kan dit? Maar je bent nu zo anders dan toen. Ja, ja, ja. Maar ja, het is echt die therapie die ik natuurlijk heb gehad. Maar ook werk aan mijn innerlijk kind. Ik ben ook spiritueel, dus ik heb me daar ook wat dingen in gedaan, zeg maar. Ja. Want en op een gegeven moment word je wel je ware ik natuurlijk. En je natuurlijk, moet ook, hè? Ja. Je moet. Je hebt geen keuze, je moet veranderen daarin. Of daar in ieder geval in inzicht te krijgen. Ja, je hebt, dus kan je niet verder. Nee. En iedereen heeft een keus in die zin, weet je. Het kan. Het is niet makkelijk gegaan. Eerlijk is eerlijk. Het was echt een strijd. Het was echt een het was echt een drama. Want het was niet. Soms was het echt niet te doen waar ik in één keer in zat. Hè. Dat allemaal weer heel echt. Hè, wat je hebt weggestopt. Ja. Maar het is het echt waar. Want iedereen verdient het om de echte ik te kunnen zijn. Ja. Maar en je bent nog steeds bezig, hoor, met een proces. Maar het is toch eigenlijk niet normaal, hè? Dat zo'n dader die doet maar wat. En zo'n, hè, als het jou aan is gedaan, dan moet je kijken wat je er allemaal hebt voor moeten doen. Ik heb er echt wat van moeten doen. Om je hele ik weer terug te krijgen en om jezelf te herstellen. En zoveel wonden en littekens heeft achtergelaten. Dat is niet normaal. Ja. Zo iemand moet gewoon in mootjes gehakt worden. Dat ben ik gewoon, dat is gewoon een feit. Het mag gewoon niet. Dit gebeurt zo vaak. Dat is een levensvernietiger. Nee, ik ben wel echt blij dat ik daar doorheen kan kijken. Ja. Zo. Dat had ik nooit verwacht. Ja. Dat ik dacht dat ik daar doorheen kan kijken. Ik kan er makkelijk over praten. Ik kan er makkelijk over praten. En ik weet ook hoe het anders kan. Ik weet dat het anders kan, zeg maar. Ja. En het heeft geen zin om terug te gaan constant in die tijd. Want om af te vragen waarom heeft iemand het gedaan. Want die vraag heb ik natuurlijk ook gehad. Hè? Waarom? Wat is er gebeurd? Waarom moest het mij overkomen? Wat zou jij denken? Waarom zou die dat gedaan hebben, zeg maar? Heb je daar een idee over? Nee, ik heb
Ik heb er echt geen idee over. Nee. Jij bent natuurlijk al lange tijd door hem misbruikt. Heb je enig idee waar het bij hem vandaan gekomen zou zijn? Is hij zelf misbruikt als kind? Heb je enig idee? Want het is natuurlijk familielid. Ja, nee, ik heb echt geen idee. Nee, hetzelfde kan ik natuurlijk niet in gaan vullen. Mm-hmm. Maar ik denk sowieso niet dat er een goede reden is waarom iemand iets doet. Nee, zeker niet. Dat heeft ten eerste. Ja, ja. Of een reden moet zitten waarom iemand het bij een ander doet. Dat is nooit een goede reden, zeg maar. Ik weet wel dat diegene is opgevoed zonder vader. Mm-hmm. Grotendeels, mm-hmm. Bijna van zijn hele leven. Mm-hmm. Dat is het enige wat er anders is gegaan, zeg maar, daarin. Mm-hmm. In een opvoeding, hè, of je dan met één of twee ouders. Maar goed, heel veel mensen leven met één ouder. Hè. Mm-hmm. Dat betekent niet dat sowieso geen reden. Maar dat is eigenlijk... Het is niet... Nee, je weet het niet. Nee. Eigenlijk weet ik het echt niet. Ben je ergens tegenaan gelopen met je therapieën? Ja, want ik heb vanaf mijn 20e therapie gehad. Ongeveer 4,5 jaar, 5 jaar. Ongeveer 5 jaar lang. En toen ben ik van school gehaald. En toen kwam ik daar in, wat ik net al benoemde. Mm-hmm. Van nou, ik ben wandelen naar maar wie ben ik nou? Mm-hmm. Ik voel me hartstikke leeg. Ik word geleefd door het leven, door mijn trauma. Mm-hmm. Dus wat moet ik? En kwam ik daar. Toen heb ik eigenlijk bij de eerste lijn psycholoog ben ik toen geweest. Mm-hmm. En wat heette dat dan, zeg maar? Ik weet niet hoe dat heet nu niet meer zo. Maar was destijds had je eerste lijn en tweede lijn. En... Dat is telefonisch of wat is dat? Nee. Oh, In de eerste lijn is de basispsycholoog. Oh. En de tweede lijn is de niet. Oh, heerlijk. Nee, de eerste lijn is de basispsycholoog, zeg maar. En de tweede lijn is echt de GGZ-psycholoog. Dus echt wat hoger op. Dus echt die team depressie, team angst. Gespecialiseerde GGZ-psycholoog, zeg maar. En de eerste verhaal in, zeg maar. Precies, ja. En de eerste lijn is de basis. En ik ben twee keer bij een eerste lijn psycholoog geweest. Mm-hmm. Nou, die vertelde mij van... Ik moest van alles en nog wat. Nou, mij moest je niet gaan vertellen wat ik moet doen. Nee. Ik moest aangifte doen. Ik moest dit doen. Nee. Dan was ik totaal niet voor in de buurt. Dat was hem gewoon niet. Dat was ook geen fijne... Ik weet niet, het was niet een fijne vrouw of zo. Ik voelde hem niet. Mm-hmm. Was dat te hard voor je? Ja. Maar ze luisterden ook niet naar wat ik te zeggen had. Het was meer van, ik vind dat je dit en dit moet doen. Oh ja. Terwijl ik het daar niet eens over had. Nee, precies. Ik voelde me niet gehoord. Het was niet veilig, weet je. Als jij je verhaal zo aan iemand vertelt, dan moet je je veilig voelen. Precies. Dat vind ik heel belangrijk. Precies. Dat je je veilig voelt. En niet... En dan komt er ook wel uit iemand, anders vertelt niemand. Ja, anders is bij wijze van spreken ook nog eens een melding over jou gaan maken. Ja, nou ja, precies. Dat heb je ook nog, dat soort rare mensen. Ja, dat heb je ook nog. Alles. Maar daar ben ik toen geweest, maar daar ben ik toen weggegaan. Toen ben ik bij een andere geweest. En daar was eigenlijk, beide waren mijn klachten, zeg maar. Mm-hmm. De ontwrichtingen die ik daaraan heb overgehouden, van het trauma. Die waren te veel, zeg maar, te diep. Mm-hmm. Ik zat eigenlijk te veel in de grond. Ja, snap ik. Dus dat kon niet. Dus ze konden me eigenlijk niet helpen. Het was te ernstig negatief daarvoor. Ja. En toen was ik ook nog eens in een depressie toen, zeg maar, in die periode. Nadat ik natuurlijk van school was gehaald en alles kwam. Dat doet natuurlijk wel een beetje als persoon. Ja. Maar toen ben ik naar de gespecialiseerde gegeven. Dan ging een wereld voor me open. Oh my god, wat een verschil. Er ging echt de wereld open. Ik kwam bij het eerste gesprek en alles zat op het bord wat diegene dacht te doen met mij. En welke therapie ik moest volgen. En er zat een bepaalde verhaallijn in. Een plan van aanpak eigenlijk. Hè. Wat een verschil dan eigenlijk. Ja, het is echt, is toch eigenlijk niet normaal dat zo'n basis bestaat dan? Je moet dan eigenlijk gewoon geschrapt worden, toch? Gelijk goed geholpen worden. Nee, je kan wel met de basis. Als jij over bepaalde dingen wilt praten. Hè, zeg maar over het luchtige dingen. Ja. Hè, of één onderwerp in plaats van hè, wat ik dan had. Dan heb je gewoon echt al gespecialiseerde mensen. Die heb je daar gewoon wel van nodig. Ik snapte het wel. Maar het was voor mij weer echt een klap. Hoe erg ik eigenlijk, hoe diep ik eigenlijk zat. Want het was heel heftig. Ja. Dat ik denk, oh, moet ik nu hier naartoe? Bizar. Ja, ja, dat was wel best wel heftig, intens. En wat voor plannen hadden ze dan qua aanpak? Ik liep in negatief zelfbeeld. Ik moest na een half jaar cursus negatief zelfbeeld was dat. Zelfbeeld met andere mensen vond ik heel spannend. Mm. Maar het was ook heel bevrijdigend. Mm-hmm. Omdat je natuurlijk meerdere mensen om me heen had. Ja. Die
Hetzelfde verhaal. Die hetzelfde, ja. Nou, niet per se hetzelfde verhaal, maar wel dezelfde, die het voelden. Die ook een negatief zelfbeeld hadden. Die ook niet iets wisten benoemen. Ja. Positief ding, eigenschap van zichzelf. Ik heb echt EMDR gehad, meerdere keren. Mm-hmm. Op pesten en ook op het seksueel misbruik. Ja. Sociale angst had ik. En dat uitte zich bijvoorbeeld in een kleedkamer. Waar, als er geen spiegel zat in de kleedkamer, dan durfde ik niet naar buiten waar wel een kleedkamer stond. Ik stond echt met mijn mobieltje zat ik naar mezelf te kijken wat ik aan had. Ja, het was echt... Ja. Als je nu terugdenkt, denk je, oh my god. Ja, 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 oh my god, ja. Hoe ben ik daar beland? Hoe ben ik daar beland? Ja. Dus daar zat ik dus, zeg maar. Om even een voorbeeld te geven hoe het, hoe het was. Als ik met iemand afsprak op bij een druk terras, dan weet ik nog dat ik helemaal om ging fietsen om niet langs dat terras te hoeven. Dan ging ik maar om, al was het een half uur, maakte me niet uit. Ik ging daar niet langs, want dan zagen mensen mij en ik wou niet gezien worden. En je hebt toch dat beeld, hè? Je gaat invullen van andere mensen. Dat is natuurlijk ook sociale angst, wat mensen van jou vinden. Ja. Maar dat komt natuurlijk omdat ik van mezelf al wat vond. Hè? Ja. Dus dan denk je dat de hele wereld zo over je denkt. Ja, eigenlijk gewoon heel sad. Weet je, met oordopjes in de stad lopen. Om maar geen contact te hebben met andere mensen, om daar niet gezien te worden. Ja. Echt in je eigen wereld. Ja. Ja, dat is een beetje sociale angst, om het even heel kort uit te leggen. Ja, precies. Ja. Onder ja. andere tegenaan lief. Ja. Ja. Dus echt sociale angst, negatief zelfbeeld, EMDR heb ik gehad, depressie 2 keer, cognitieve gedragstherapie. Dus het is echt een hele... Ja, een heel pakket. Een heel pakket. Ja, het zijn echt die onbevrichtingen die, die je eigenlijk van dat seksueel misbruik overhoudt. Gadverdamme zeg, moet je kijken wat je allemaal moet doorstaan zeg. Ja. Ja, en toen ben ik na 2,5 jaar wel in de school gegaan. Want ik denk, ja, wat wil ik nou? Ik deed natuurlijk verkoopspecialist. Ik wist dat het niet voor me was. Op een gegeven moment werk je natuurlijk aan dingen, hè. Ja. En je ziet ook dat je veel meer in je mars hebt dan natuurlijk als alles opgeruimd is. Ja, nou, precies. Vind je doel, ja. Ja, maar ook dat zelfbeeld, dat was echt nummer 1. Want als ik niet eens 1 ding kon benoemen, wat positief aan me was, of wat ik goed deed. Want alles was letterlijk negatief. Ja, dat is... Ik weet nog dat ik daar zat en dat ik gewoon niet wist te benoemen wat nou goed was. Ja. En als je dan terugkijkt, denk je, wauw. Waar ben ik? Wat heeft het met me gedaan? Ik zie dat echt ook. Het klinkt misschien heel raar, maar als een ander leven of zo. Een andere persoon. Ik ben hetzelfde. Je bent het ook niet meer. Ik ben ook, nee, precies. Ik ben dat niet meer. Nee. En natuurlijk zit er een bepaald deel in je, want het heeft me gemaakt wie ik nu ben. Ja. Maar toch is het een ander leven of zo. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Het had niet gehoeven, want je had toen ook al kunnen zijn wie je nu bent. Ja, precies. Zonder dat hele toestand. Want dat zeggen mensen ook wel. Ja, maar het hebben we wel gemaakt, zoals ik ben wel sterker nog geworden. Ja, nou leuk. Dus iedereen moet dat eerst meemaken. Voordat ze sterker worden. Nou, dat is dus ook niet zo, hè? Want dat is ook weer zo'n vrij kaartje voor die slechterikken. Dat ze dus denken, ja, maar dan word je sterker van later. Nee. Als je groot bent, ga je helemaal niks verrichten. Het heeft helemaal niks te maken met sterker zijn. Dit gun je niemand. En dat hoort ook niet. Het is gewoon not done. Precies. Dus dat kan gewoon echt niet. Ja. Nee, dus... Want dit is eigenlijk hoe je echt bent. En zoals je was voor die tijd. Ja. Het is gewoon hoe je wie ik wil zijn en wie ik ben. Precies, En dat de therapie hebben daar wel echt een hele goede bijdrage aan. Gooi mijn zelfbeeld iets meer omhoog. En kijk, ik ken natuurlijk het misbruik. Maar het is natuurlijk ook het pesten wat erop is gegaan. En dat je dom bent, hè? Ja. Dat jij naar speciaal onderwijs moest. Of in ieder geval, je kon niet leren. Ja. Het speciaal onderwijs niet eens, maar het echt... Je kon niet leren. Ja. Dus alles, op een gegeven moment weet je niet meer wat je wou. En dan deed ik detailhandel eigenlijk ook een voorbeeld. Omdat ik niet wist wat ik wou. Dat is het eerst makkelijker. Ik dacht, oké, ik doe maar wat. Ja. Is goed. Ja, je kiest maar iets. Ja. Precies. En je bent nog zo jong over. Je moet al van alles kiezen. Alsof je de rest van je leven mee moet blijven. Ja. Alles was dubbel op. Ja. Inderdaad, dubbel trouble. Ja. En toen ben ik na 2,5 jaar, toen kwam ik een beetje achter wie ik was en wat ik wou. En toen heb ik medewerker maatschappelijke zorg gedaan. MMZ is dat. Ja. Niveau 3 in 2 jaar volwassen opleiding. In plaats van 3 was dat 4 jaar in 2 jaar. Dat was heel fijn, hele leuke, fijne klas. Dat was toevallig een klas waar iedereen iets had, zeg maar, op een of andere manier. Nou, die heb ik toen afgerond in 2 jaar. En toen was ik ook klaar met therapieën na die 2 jaar toevallig. En toen dacht ik, nooit meer naar school. Ja. Ik ben helemaal klaar met therapieën gehad. Ik heb het al zwaar genoeg klaar. Ja, weet je. Ik wil werken. Ja. Maar ja, toen was ik op zoek naar werk. Toen kon ik niet vinden wat ik echt wou. Het was echt de zorg ADL, maar dat is niet wat mij helemaal ligt, zeg maar. Dat is echt ADL, hè, met, dan weet ik wel, verzorging, hè, douchen, wassen, allemaal, weet je, andere doelgroep. Ja. Maar dat lag mij niet, dat was niet mijn doelgroep. Nee. Toen dacht ik, nou, werk wat ik wil, dat is dat begeleiden, hè, wat ik dat nu doe. Je wil gewoon mensen precies helpen, natuurlijk. Ja, precies. Dat wou ik heel graag. Ja. En
Ja, dat kon niet met niveau 3. En toen ben ik na een jaartje, want ik werkte toen ook 8,5 jaar bij de Albert Heijn toen. Nou, toen ben ik eigenlijk na een jaartje, via kwam ik erachter dat niveau 4 in 1 jaar, in plaats van 4 jaar, 1 jaar gedaan kon worden. Mm-hmm. Toen heb ik niveau 4 in 1 jaar gedaan. Oh, SPW. Wat goed, zo. Toen kon ik wel in de GGZ aan de Toen ben ik meteen in januari 2019 eigenlijk meteen aan het werk gegaan in de GGZ. Wat ik niet had verwacht. En het bijzondere is misschien ook, ik werk in hetzelfde bedrijf waar ik mijn therapie heb gehad. Alleen is dat, ik werk natuurlijk nu met opnameafdelingen. Maar toen was het natuurlijk de 1-op-1 gesprekken. Dat is een hele andere afdeling. Maar het is wel hetzelfde bedrijf. Ja. Maar een hele andere setting. Want ik ben nog zelf nooit opgenomen geweest. Ja. Maar daar werk ik dus wel met wel hetzelfde. Het heet hetzelfde bedrijf. Dus, zo, wat gaaf. Ja. Net als dat speciaal onderwijs waar ik stage heb gelopen. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk je eigen onderneming. Hè? Ja, waar ik mee bezig ben. Dus zijn er mensen die dus inderdaad ook soortgelijke verhalen hebben. Ja, alles wat met grensoverschrijdend gedrag te maken heeft. Ja. Ga naar Vandana. Want zij kan jou helpen om dit op te lossen. Mm-hmm. Want ja, je hebt net gehoord, ze hebben het hele proces zelf moeten doormaken, helaas. Ja. Maar wel weer een pluspunt natuurlijk voor degene die in hetzelfde pakketje zitten. Mm-hmm. En ja, kom er ook gewoon mee naar buiten. Ja, dat is echt het allerbelangrijkste, dat het gehoord wordt. Je moet er niet alleen mee rondlopen. Nee. Echt niemand mag hier alleen mee rondlopen. Want hoe sneller je het vertelt, hoe sneller er stappen gezet kunnen worden. Ja. Hoe sneller je ook geholpen kan worden. Hoe sneller heb je eigen verwerkingsproces. Precies. Ja. Maar ook met cultuurdingetjes. Hè. Heel vaak heb je natuurlijk... Ik heb natuurlijk het geluk gehad in het gezin waar mijn ouders en zo achter me stonden. Maar je hebt ook ouders die zeggen, dit is niet gebeurd. Je gaat, weet je... Ja, zand erover en precies. Gaan we niet meer aan. Ja. Ga dan alsjeblieft naar de huisarts. Hoe oud je ook bent, ga dan alsjeblieft naar de huisarts. Want de huisarts kan je verder helpen. Want daar kan je een psycholoog krijgen. Ze hebben een plicht. Maar is dat wel veilig om naar de huisarts te gaan? Want je hebt natuurlijk ook huisartsen die bijvoorbeeld bepaalde meldingen maken of ook hun oordelen hebben. Ik ben ook via de huisarts doorgestuurd naar een psycholoog zelf. Omdat dat moest natuurlijk. Ook natuurlijk ervaringen gehad met psychologen die niet zo goed waren. Nee, dat klopt. Dus ik zou aanraden, maar gewoon, of moet er zo doorgestuurd worden eerst via de huisarts naar jou? Nee, klopt. Kunnen beter met jou gewoon gelijk. Nee, voor mij mocht het gewoon, want ik ben een psycholoog. Ik ben natuurlijk een coach en ervaringsdeskundige op dit vlak. En ik heb natuurlijk heel veel ervaring met psychiatrie, dus ik heb daarbuiten natuurlijk ook heel veel ervaring opgedaan. Maar psychologen is ook niet allemaal wat. Nee, zeker niet. Sorry voor alle psychologen, maar er moet echt wat veranderd worden. Nee, dat klopt. Dat gaat niet goed, hè? Wat ik allemaal hoor. Mijn god. Nee, dat klopt hoor. Dat is ik heb zelf ook wel... Weet je, door ervaringen met psychologen kan je heel erg afschrikken hoe mensen reageren. Mensen hebben heel vaak een oordeel over hoe je iets had moeten doen. Maar ik hou je wordt ook onder de medicijnen gezet. Heel veel mensen die krijgen gewoon maar medicijnen, antidepressieve pilletje ook. Want je hebt, de psycholoog zegt dat ik dit heb op psycholoog. Maar dat heb ik dus nooit gehad, hè? Ik heb 2 keer, dat moest ik wel, een pilletje voor mijn depressie. Maar ik wou het op mijn eigen kracht doen. Ja, maar dan ben jij gelukkig sterk. Ja. Maar er zijn de zat die dat pilletje dan toch maar aannemen. Ja. En dan nu verslaafd zijn. Ja. Maar voel alsjeblieft wat goed voor je is. Ja. En waar, volg je gevoel, die ligt nooit, weet je wel. Ja. En met een psycholoog, dat bedoelde ik meer mee van, als je ouders je niet geloven, precies. Je moet ergens naartoe. Ja. Hè, ga dan naar de huisarts, zorg dan dat je doorverwezen wordt. Of ga naar een coach, of het nou ik of iemand anders is. Ik zou beter een extern iemand aanraden. Ja. Dus zoals Vandana, of bij mij, of bij iemand anders, waar je gewoon extern, waar je niet doorverwezen wordt via sociaal, of door de verzekeringen, zeg maar, dat verzekerd wordt. Dat raad ik niet snel aan. Nee. Want als ik het zelf krijg alleen maar meer problemen. Ja, nou ja. Ik heb dus met die eerste 2, als mijn ouders het niet wisten, dat ik niemand die me hielp om daar weg te halen. Ja. Dan had ik het zelf gedaan en dan zat ik bij een eerste lijn psycholoog. En natuurlijk is het niet bij iedereen hetzelfde, maar ik heb natuurlijk in de opleiding ervaringsdeskundige gedaan. Ja. Je hebt zoveel verhalen van hulpverleners, waar gewoon echt wel slechte verhalen naar boven kwamen en best wel trauma's mensen hebben gehouden hoor. En die nog slechter in de shit of niet, of zelf uit hun hoofd hebben gepraat, of dat er zelfs gezegd werd,
Of psychologen die zelf allerlei problemen hebben. Of misschien zelf wel niet goed bij hun hoofd zijn. Ja. Ja, die ja. Dus dat soort dingen allemaal nog erger maken. Ja. Ja. Je wil niet weten wat voor verhalen ik allemaal hoor op dat gebied. Ja. Hoor. Dat is wel bijzonder. Dat is echt bizar. Ik weet nog dat ik een tijdje geleden zat ik natuurlijk zelf ook bij een psycholoog. Ja. En toen ben ik het dossier gaan teruglezen. Ik vat bij heel ergens anders, maar je kon het dossier kon je teruglezen. Ja, alsnog altijd eigenlijk al. Ja, het dossier. Dus je kon het eigenlijk al teruglezen. En toen dacht ik, laat ik een keer kijken voor de... Nou, ik ben wel benieuwd om weer terug in de tijd te gaan kijken. Mm. Want er wordt gerapporteerd, hè. Kon elke keer... Nou, toen las ik... Nou, ik schrok echt heel erg. Ik las dat er werd geschreven bij het eerste gesprek... Mevrouw heeft een laag EQ. Dat bij het eerste gesprek al zo naar mij werd gekeken. Ja, snap je, daar kan ik dus niet tegen. Nee, en dat wist ik niet. Dus, weet je, iemand komt al met zijn gesprek en dan wordt het ook nog eens een keer genoteerd en dan wordt er een dossier op gemaakt. Daar hou ik dus niet van. Nee. Ja, ik hou niet van dossiers en dat soort dingen, want het is iets wat je levenslang bij moet dragen van het ene naar het andere. Ja. En als er eenmaal iets in er staat dat je dus laag IQ hebt, ik zeg maar wat. Ja? Dan is niet waar. Het is echt niet waar. Is ook niet waar. Ik schrok, want ik dacht echt. Wat is dit? Want dit normaal hoor je dit te bespreken met je cliënt. Ja, of wat natuurlijk. Wat iemand denkt of hoe het zit. Maar ik heb dit nog nooit gehoord dat iemand dat dacht. En het is best echt heel ernstig. Eigenlijk is het heel kwalijk. Ja. Want ik voelde me natuurlijk al zo. Hè. Het is goed dat ik het nu las. En niet destijds. Want dat was alleen maar een bevestiging van iemand die me zou helpen. Dat iemand mij ook zo zag. Ja. Zo ik mezelf al zo zag. Ja, nou, ik vind het vreselijk. Dit zijn bizar. Dit vind ik zulke kwalijke mensen. Ja. Dus het is goed om te weten, want en natuurlijk is het niet iedereen zo nogmaals, maar die heb je wel, dus... Nou, er zijn er meer echt die zo zijn. Ja, want ze moeten dit ook, hè? Ja. Dus ze moeten het zo neerschuiven en dan word je al in een slecht daglicht gezet. Ja. Ja. En net als in de kindhelen, weet je wel, wat zo belangrijk is. Ja. En dat doe ik zelf ook in de kindhelen bij anderen. Ja. Maar dat kan een psycholoog niet, hè, in de kindhelen. Dat werkt dan. Ik heb natuurlijk... spiritueel niet. Nee, want ik heb opleiding van transhealing gedaan. Mm. En dus helings geven. Wat ik wel of niet in mijn coachingpakket wel heb. Dan kan, iedereen zelf voor kiezen. Maar... in de kindheling heb ik een standaard wel bij, omdat het gewoon heel belangrijk is. Ja. Om dat te helen, want het is je kleine ik, weet je, die is niet gezien en je neemt dat echt mee naar het nu. Ja. En heel veel mensen weten niet wat het inhoudt in de kind, maar ik ben bijvoorbeeld nu bijna 30. In een kind, als dat blijft bij een 6-jarig meisje of bij een 10-jarig meisje of een puber, weet je wel, dan neem je bepaalde angsten mee in het nu. Die angsten hoef je niet eens van het nu te zijn. Mm. Maar die neem je mee van dat kind. Waarom je nog bang bent om dingen niet te doen. Mm. Weet je wel? Mm. Of waarom je er niet voor gaat, zeg maar. Of dat soort dingetjes. Dat komt echt van je innerlijke kind. Ja. En die wilt gezien worden, die heeft liefde nodig. Die wordt opgepakt worden, die heeft een knuffel nodig. Ja. Die moet weer tot hetzelfde niveau. Ja. Weet je wel? En ik heb dat zelf ook gehad hoor, dat innerlijke kind. Alleen ben ik er nu weer mee bezig, want ik loop nu zelf tegen een ander stuk aan. Mm. Want ik heb dat pesten, weet je wel. Mm. Dat stukje, zeg maar. Nou, dat heb ik op een andere manier verwerkt. Maar dat innerlijke kind, dat zit er. Daar zit nog wat mee, dat voel ik. Ja. Dus. Ja, ik hou er gewoon van om aan mezelf te blijven werken. Dat zijn toch die schaduwkanten die jou heel erg belemmeren in het nu. Steeds leerling, ja. Dus ja, weet je, we leren en... daar schaam ik me ook niet voor. Want laatst iemand... Oh, maar vind je het dan niet vervelend om dat te vertellen? Of één? Ik zeg, nee, maar dat is de realiteit. Zo werkt het nou eenmaal. Het is wie... Waarom moet ik me wegstoppen voor iets wat... Wat helemaal geen schaamte voor moet zijn, weet je wel. Dat is al het ergste. Dat jou het is dus overkomen en dat zo'n smeerlap daar maar gewoon mee door kan gaan op die manier. Omdat iedereen maar in die angst blijft zitten. Weet je, niet iedereen, maar dus gelukkig gaan er heel veel dingen naar boven uitkomen. Maar velen blijven gewoon in die angst nog zitten. Ja. En denken dat het taboe is, want je mag daar niet over praten. Ja. Oh, want seks, woe. Dat is echt je kind, je innerlijke kind, die dat niet zo mee heeft gekregen. Ja. En dat heb je dus geheeld, waarom ik het dus niet meer zo denk. Hè? Want anders zou ik daar natuurlijk nog in zitten. Maar alleen dat er is nog een stukje innerlijke kind wat geheeld moet worden. En daar ben ik dus nu mee aan de slag. En je kan, het is goed mooi om juist in jezelf te investeren. Ja. Want anders blijft dat... Ja, nou, dat er is zoveel meer, weet je. Je kan zo verder. Ja. Het leven is zo, mooi eigenlijk. Ja, het is prachtig als je inzicht daarin krijgt, hoe dat allemaal werkt. Het is heel moeilijk.
Dat ontken ik niet. Het is niet altijd heel makkelijk. Maar... Ja, en velen denken ook natuurlijk nog dat ze nog dezelfde persoon zijn van vroeger. Ze zien zichzelf ook nog als dat kleine kind. Dat klopt. Ja. Dus dan blijf je ook in die slachtofferrol. Exact. Terwijl ze alle volwassen vrouw zijn, ja, weet je. Exact. En dan, zonde. Ja, en dan, ja, maar ze weten dat natuurlijk niet. Ze ervaren nog dat moment van toen als dat kwetsbare meisje of jongen. Hè? Het zijn ook jongens die dat overkomen. Ja. Dus, ja, net zo, hè. Ik bedoel, jongens en meisjes, dat gaat hier om allebei, hè. Allebei, ja. Dus, weet je, dus ze komen daar niet uit dan omdat ze zichzelf nog zo zien. Ja. En hoe is dat ook, bijvoorbeeld, hè, want het is zomaar uit het niets gestopt. Ja, want we gingen verhuizen. Oh, dat is dus toch redding geweest. Ja, we gingen van het ene naar de ene wijk naar de andere wijk, zeg maar. Oké. Dus we gingen verhuizen. En toen was dat inderdaad mijn redding geweest. En dat verwaterde dat. Ja, ja. En het contact is daardoor helemaal verbroken ook? Of is dat pas gekomen? Het is wel verbroken. Want toen, eigenlijk toen ik het thuis vertelde, zeg maar. Toen heb ik natuurlijk ook dat gezin opgebeld. Ja. Nou, diegene ontkende natuurlijk hartstikke erg. Die zei... Oh, wat goed dat je dat ook gedaan hebt. Ja, mijn ouders hebben meteen... Oh, heel goed. Ja, dat snap ik. Mijn ouders hebben meteen gebeld. Ja. Oh, je ouders hebben gebeld. Ja. Ik zat ernaast. Ja. Maar die hebben meteen gebeld en mee geconfronteerd. Maar diegene die ontkende natuurlijk... Heel, heel erg. Mm-hmm. Dat had hij niet gedaan. En, hij zou langskomen, zeg maar. Want hij zou nu meteen komen. Nou, oké, kom maar. Ja. Gesprek aan. Nou, tot de dag van vandaag nooit gezien. Nee. Heftig. Nee. Nou ja, weet je, het is allemaal maar wat. Ja. Er is natuurlijk heel veel taboe hierop, hè. Ook voor het uitspreken. Mm-hmm. Als iemand dit dus heeft ervaren. Van nou, hè, er kan van alles gebeuren. Misschien geloven mijn ouders het niet. Misschien wel. Maar misschien de rest van de familie niet. Wat heb je daar voor tips voor? Eigenlijk kies altijd voor jezelf. Want hoe heb jij dat gedaan? Taboe doorbreken. Taboe doorbreken. Ja, ik ben natuurlijk van buitenlandse afkomst heb ik dan. En ik denk dat het misschien wat ik heel vaak om me heen hoor. Is dat waar kom je vandaan als vraag? Hindoestaans ben ik. Behalve Surinaams, half Indiaans. Maar Hindoestaans. Ja. Mooie combinatie. Ja. ik heb wel het geluk gehad dat mijn ouders me heel erg geloofden. En je hoort natuurlijk zo vaak dat ouders, of je nou van Nederlandse afkomst hebt. Of een buitenlandse afkomst, maakt het helemaal niet uit. Maar dat mensen het gewoon niet willen zien. Mm. Of dat ze het in het gezin willen laten. Hè? Omdat ze zich misschien schamen. Of andere redenen erbij hebben. Mm. Ik zelf zit in een gezinsgeheim. Dat betekent dat alleen het gezin weet over dit. Mm. Mijn ouders, zeg maar. Hè? De rest van de familieleden nog niet. De rest van de familieleden niet. Ja, dus dit komt goed binnen. Ja. Als ze het zien, dan weet het. Maar nee, de rest van de familie niet. En dat heb ik toen schrokken mijn ouders heel erg toen ik de opleiding ging doen. Mm-hmm. Omdat ik het hardst riep thuis. Het is gebeurd, ik kon er iemand mee te maken hebben en ik praat er niet over. Mm-hmm. Nou, toen kwam ik in één keer, meer dan 20 jaar later. Ik wil hier toch wat mee gaan doen. Mm-hmm. Nou, en mijn ouders vonden dat eigenlijk heel lastig. Wat ik eigenlijk heel erg begrijp. Mm-hmm. Want voor ons wordt natuurlijk ook wat opengehaald. Hè? Mm-hmm. En het is denk ik toch misschien een cultuurdingetje. Een bepaalde schaamte die ze misschien met zich meedragen. Ja. En misschien, ik zeg misschien omdat ik het natuurlijk niet helemaal zeker weet. Mm-hmm. En misschien, wat gaan mensen ervan vinden, weet je al? Ja. Van dit hele gebeuren. Ja, controleoorlog of weet ik veel. Dat ze ruzies krijgen onderling. Of dat mensen misschien... Ja, maar heb je niet eerder verteld? Wanneer dit en dan dat? Tuurlijk. Weet je, ik ben daar... Ja, precies. En ik snap mijn ouders wel. Maar alleen ik sta hier heel luchtig in. Ja. Want ik heb hier niks aan kunnen doen. Wat mijn ouders ook weten natuurlijk. Ja. Maar het is een stukje van hun. En ik kan niet in hun proces bepalen waar zij moeten staan. Ja. En het is jouw verhaal. En het is mijn verhaal. Ja. Kijk, en ik ben daar wel. Alleen zij zijn daar niet. En dat is goed zo. Ja. En daarom hebben we het de familie natuurlijk ook niet verteld. Hè? Omdat het gewoon een dingetje is. Mm-hmm. Maar ik heb wel duidelijk tegen mijn ouders gezegd. Van kijk, ik ga die niet van de daken afgooien. Of zo. Ik ga niet elk familielid af van. Nou, kijk eens. Ik heb dit meegemaakt. Het is natuurlijk niet het leukste verhaal. Nee. Om te vertellen. Nee. Mocht ze er toevallig achter komen. Wat ik doe. Ja. De familie dan. Dan is dat maar zo. Ja. Weet je. En mij maakt het niet uit wat mensen ervan vinden. Want het is mijn verhaal. Precies. Het is jouw leven. Klaar. Precies. En ik sta daar niet meer. Nee. En hij moet gewoon zijn lesje geleerd krijgen. Klaar. Ja, dat kijk. Dat is zo jouw komt. Verhaal. Ja. Het is niet jouw aangedaan, hè? Ja, precies. Klaar. Dus
Ja. Dan mag jij al helemaal niet schamen. Ja, ja, ja. En mijn ouders vinden het gewoon heel lastig hoor, dat ik dit natuurlijk nu doe. Maar tegelijkertijd, ja, is het wel mijn leven. Hè? Ja. Zijn het mijn stappen die ik zet. En waar ik heel veel respect voor heb voor hun, want het zijn wel bij alles. Ja. Maar ik me dat gevoel om anderen te helpen is zo groot. Ja. Dat ik er eigenlijk niet omheen kan. En daarom doe ik dit ook. Ja. En ook voor ieder ander, weet je. Als ik in een gezinsgeheim, een taboe. Want ik ben nu ook een taboe aan het doorbreken. Hè? Ja. Want dit, ja. Vroeg of laat, tijdens dat leren. Dan weet je, dan komt er de lucht van, zeg maar. Ja. En dan is dat dan maar zo. Daar ben ik ook niet bang voor. Maar het is nu wel zo. De situatie is nu wel zoals het is. Ja. Dus ook voor elk ander wil ik wel graag meegeven. Van kies altijd voor jezelf. Ja. Voor je eigen geluk. Maar niet uit wat ouders zeggen. Ja. Maar niet uit wat ouders zeggen. Of ze je wel of niet geloven. Kies altijd voor je eigen geluk. En ga ervoor, weet je. Wat je ook wil doen in het leven, ga ervoor. Ja, of dat je het niet mag vertellen. Over die dan begrijp je het volgende probleem. Gaat er weer iemand tegen je zeggen dat je het niet mag vertellen? Ja. En twijfel gewoon niet aan jezelf. Hou alsjeblieft op! Ja, hey, maar precies. Ja. Mensen kunnen ook aan zichzelf twijfelen. Ja. Ja. Dat zie je ook wel eens vaak omheen. Ja. Dat mensen op een gegeven moment gaan twijfelen aan zichzelf. Ja. Omdat ze niet worden geloofd. Ja. Op een of andere manier. Ja, nee, dat is onzin. Ja. Als je dat zo voelt en het is zo, dan is dat zo. Ja. Precies. En er is de ander niks over te vertellen. Ja. Eigenlijk heel simpel. Nou, lieve Vandana, fantastisch. Ik vind het altijd een heel... Beladen onderwerp ergens. Nou, beladen niet, moet ik niet zeggen. Maar het is natuurlijk... Het is heel treurig. Mm-hmm. Vooral, het is treurig, heftig, dat dit de mensheid kan overkomen. Ja. Ja. En dat er zoveel smeerlappen zijn. Ja, sorry, ik heb daar geen woorden voor. Dit soort dingen. Ja. En de brandstapel. Goede benaming. Sorry, maar ik weet je, moet je kijken wat je allemaal hebt moeten doorstaan. En ja, daarom en ook super krachtig ook van jou dat je hier durft te zitten en je verhaal te durven te vertellen. Of dat je het ook gewoon doet. Je zit er als een hele krachtige vrouw, zelfstandige vrouw. Dus ja, weet je, dat je heel veel mensen hiermee mag helpen. En dat was. Ik hoop niet dat er zoveel mensen zijn die al die problemen hebben. Liever niet natuurlijk. Maar helaas. Maar dan maar weer alles. Ja, dat is helaas wel zo. Ja, heel pijnlijk. Ja. Ja. Oh, echt zet. Ja. Ja, dus jongens, wat voor dingen je ook hebt. Ik raad het Vandana aan. Ja. En dat je daar je verhaal kom gerust. Kan doen. Ja, dat is gewoon veilig. Er wordt niet van alles nog wat meegedaan. Zeker niet. Nee, zeker niet. Geen dossier opgebouwd. Nee, weet je zelf. Dat soort dingen. Ja. Precies. Precies. Ja. Nou, Vandana. Ik ga je een dikke knuffel geven. Ja, dankjewel. Heel veel heel veel liefde en sterkte ook voor jou. Ja. En zet hem op met alles wat je plannen zijn en waar je mee bezig bent. Ja, dankjewel. Dat is helemaal goed. Nou, lieve mensen, bedankt voor het kijken. Ben je nog geen abonnee, druk dan hier beneden op de knop op abonneren. Mis geen enkele video meer van mij. Nou, dikke kus. Doei. Doei.